is geluidsarm vuurwerk. Geluidsarm vuurwerk is volgens de info die ik heb gekregen, vuurwerk dat nog maar een geluid maakt van 85 decibel, vergelijk dat met een deurbel eigenlijk, en niet zoals het ontploffend vuurwerk dat een geluid maakt van 170 decibel. Waarom is dat erin gekomen? Ja, dat is voornamelijk voor onze huisdieren en alle andere dieren, omdat er toch van alle zaken met die beestjes gebeuren, vaak accidenten zelfs, als die worden opgeschrikt door die luide knallen. Dus als alles goed is, zouden ook onze huisdieren op hun twee oren moeten kunnen blijven slapen tijdens zulke evenementen. Handhaving, ik ga daar niet flauw over doen. Handhaving zal er zijn, we moeten het dus op voorhand aanvragen bij evenementen. We kunnen dat nog toestaan, als je een groot evenement en wilt afsluiten met een vuurwerk. Dat kan, mits natuurlijk de voorwaarden die we hier stellen. En in de eerste plaats zeker en vast geluidsarm vuurwerk. Dat doorheen het jaar gebeurt, is die handhaving denk ik gemakkelijker. Ik kan er eerlijk in proberen te zijn. Ook de dagen, vaak beginnen ze om een of andere reden al twee weken voor nieuwjaar in de vuurwerk af te steken. Op die handhaving, daar zal de politie, als daar klachten op komen of het wordt gedetecteerd, zal daar snel naar toe kunnen. Ik ga u eerlijk toegeven dat we op oudejaarsavond, want we proberen ook die tradities van de mensen niet helemaal af te pakken, als er op oudejaarsavond vuurwerk wordt afgestoken. Dat mag van mij, dat is voor veel mensen een traditie. We zorgen er alleen voor dat dat geluidsarm is, zodat dat voor iedereen, inclusief de dieren, echt waar doenbaar is. We kunnen daar oproepen, we gaan ervoor sensibiliseren, we gaan ook zeggen waarom dat we die regel nemen. Aangevuld met alsjeblieft ruim ook uw afval achteraf op, dat is ook een wederkerend probleem met vuurwerk elke keer op oudejaarsavond. Die handhaving daar zal moeilijker gaan. Politie gaat zijn best doen, maar kan niet overal tegelijk zijn. Kwestie Peter, de vraag stelt zich niet meer. Is het verboden op Schotisch grondgebied om een vuurwerk te verkopen? Vroeger, dat weten we, hadden wij twee handelaars die vuurwerk verkochten. Ik mag namen noemen, ze bestaan niet meer. Hè. Dat was de Minimat, dat een speciale kluis daarvoor. En ook Verf van Molenberg is daar een speciale kluis voor. Unimat is overgenomen door Gamma, die er nu gehuisvest is. Die bieden dat niet aan. En Molenberg is dus jammer genoeg moeten verdwijnen. Dus wij hebben momenteel geen handelaars niet meer die dat doen. In de buurgemeenten zijn die er wel nog. Zijn daar al specifieke afspraken mee gemaakt? Nee, nog niet. Maar ik denk dat dat de volgende stap zal zijn. Dit is nieuwe wetgeving die we nu nog voor de eindejaarsperiode proberen om te zetten in gemeentelijke reglementen. Daar gaat hoe dan ook gesproken worden met de buurgemeente, maar dat zal de volgende stap zijn. Zeker naar verkoop zal dat moeilijk zijn. We gaan ook proberen te sensibiliseren op voor onze inwoners van wat voor soort vuurwerk ze mogen kopen. Met nog eens heel nadrukkelijk te zeggen dat de hoeveelheid vuurwerk die je in huis moet hebben, zonder dat je daar gespecialiseerde plaatsen voor hebt, levensgevaarlijk is het, mensen. Er wordt tegenwoordig vuurwerk verkocht online. Wij zitten maar reglementen aan te schrijven en dan zie je camionettetjes rondrijden van een of ander courierbedrijf dat in de kerstperiode levende bommen zijn en vrijdende bommen. Hè. Dus, maar dat er allemaal in één keer kan uithalen, die eerste oudejaarsnacht die nu gaat komen, ik probeer hier geen blaasjes wijs te maken. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar dat wil niet zeggen dat we het niet gaan proberen.